In het Hof van Salland werd de LAN-party Notland gehouden. 80 gamers namen in het laatste weekend van februari hun eigen PC of Xbox 360 mee om van vrijdagavond tot en met zondagavond met en tegen elkaar te spelen. DTV bracht zaterdagmiddag een bezoek om te zien hoe een LAN-party er daadwerkelijk aan toe gaat. LAN-party is dat mensen een computer meenemen en met z'n allen op één locatie samen gaan spelen, met z'n allen tegen elkaar. Normaal doen ze dat via internet en nu hebben ze de gelegenheid om met z'n allen bij elkaar te komen en dan gezellig bij elkaar te drinken en elkaar leren kennen. Vandaag is dag 2, hoe is de sfeer? Goed, het is voor ons wel moeizaam, want weinig geslapen, maar de sfeer zit er aardig goed in, dus dat is heel belangrijk. Waar merk je dat aan? Wij zijn te genieten en er zijn weinig problemen geweest, dus het is hartstikke goed. Ben je voor de eerste keer op Notland? Nee, dit is nou de vierde of de vijfde keer. Een trouwe bezoeker, hoe komt dat zo? Nou ja, ik ben onderdeel van de crew. En ik ken de jongens hier ook al heel lang, dus dan groei je er vanzelf van in en dan blijf je toch hangen. Okay, maar ben je dan een beetje nog met de organisatie bezig of ben je gewoon puur als bezoeker dit weekend? Nee, nu zit ik hier als bezoeker, maar organisatie doe ik vooraf alles. Ik doe Magiel, die help ik met de sponsoring. En met de boel opzetten en alles uitzoeken. En dan tijdens de LAN zelf dan zeg ik, jongens, zoek jullie lekker uit, ik ga lekker gamen. Ook wethouder van ICT-zaken, Gorsi Hiemstra, was zaterdagmiddag aanwezig. Succes en plezier wensen. Niet om te gamen, maar om een startsein te geven van de glasvezeltest. De vraag was of iedereen tegelijkertijd via internet kon gamen zonder problemen in de verbinding te krijgen. Deze test slaagde, ook volgens de gebruikers. Nou, tot nu toe gaat het nog prima. Het is net alsof je thuis zit te spelen in je eentje op één internetlijn dus. Geen probleem met de verbinding? Nee, tot nu toe nog niet. Had je dat ook zo verwacht? Ja, eigenlijk wel. Ben je als eerste op een LAN-party geweest? Nee, mijn zoon speelt wel zelf mee in LAN-parties. Hij gaat hele weekenden weg om daar aan deel te nemen. Ik denk dat het voor veel mensen gewoon een hele leuke manier is om samen te spelen tegen elkaar via de computer. Zo zie je dat computer niet iets is wat je in je eentje kunt doen, maar je kunt zowel fysiek bij elkaar aanwezig zijn als ook via internet natuurlijk met elkaar spelen. Dat is ook gewoon een mooie ontwikkeling. Wat vindt u ervan hier? Wat voor indruk doet u op pas hier binnenkomt? Ja, het is gewoon geweldig. Een enorm hoeveelheid apparatuur is echt geweldig. En dat blijft werken natuurlijk. Dat er genoeg stroom is, maar ook genoeg glasvezelverbinding om te zorgen dat je ook met de hele wereld contact kunt meenemen, is gewoon heel mooi om te zien. Wat trekt dat landen nou zo? Want je kan thuis ook gewoon tegen andere gamen. Het is meer de gezelligheid met z'n allen bij elkaar. Je leert nou mensen die je via je internet kent, leer je in het echt kennen. Je kunt gezellig met elkaar praten, wat drinken en gewoon gezelligheid. Ik denk dat het ook volop gebeurt, want er is wel een hoop kabaal hier momenteel. Ja, dat klopt. Iedereen is druk aan het kletsen en ze zijn met z'n allen games aan het doen. En als er iemand wint, dan hoor je dat inderdaad wel. Er wordt wel eens een keer geschreeuwd, dus dat is wel geluk. Alles tekenen dus voor een goed sfeertje? Zeker. Het is weer tot nu toe nog zeker geslaagd. Als er niks verkeerd gaat, dan blijft het gewoon geslaagd gaan. Ja. Wat maakt deze LAN dan zo gezellig? Ja, puur gewoon, hier mag alles. Gewoon net als zelf vrienden onder elkaar. Iedereen helpt elkaar, lekker oude hoeren met elkaar. Dus dan hou je de sfeer er goed in. Is dat nou ook de meerwaarde om naar een LAN toe te gaan eigenlijk? Met dit soort dingen wel. Ook als je, zoals de jongens hier, die helpen elkaar, ook met problemen of wat dan ook.
En dan is het gewoon echt gezellig. Dan ga je er ook graag naartoe. Als je de hele dag zo'n serieuze mensen bij elkaar hebt zit, denk je ook van, nou ja, gaan we weer wat anders zoeken. Wat spelen de mensen hier het meest voorspellen? De meeste wordt Call of Duty wordt gespeeld. En dan heb je Call of Duty 2, Call of Duty 4 en Call of Duty 6 volgens mij ook nog. Dus ja, dat zijn wel de spellen die veelste worden gespeeld. Trackmania, dus met z'n allen elkaar racen. En Flatout 2 is ook een leuk spel. Ik zit al, nou, ik denk bijna 40 jaar met computers te werken. Dus dat is iets wat je altijd geïnteresseerd heeft. En dat blijft ook zo. 40 jaar met computers werken. Zit daar ook dan computerspelletjes bij, zoals hier gebeurt? Ja, ik heb vroeger veel, vooral in de begintijd, was het ook gewoon nog ontdekken van wat er allemaal kon. En dan had je die prachtige race-spelletjes had je natuurlijk. Want die zijn al wel 25 jaar oud, dat je echt gewoon dat soort dingen hebt. En op het moment doe ik dat natuurlijk niet veel meer. Je zag natuurlijk in het begin dat alles even leuk en hobbymatig was. En op een gegeven moment wordt een gedeelte wordt gewoon een gebruiksgereedschap voor je werk. Hoe vind je deze LAN-party tot nu toe? Ja, ik vind het wel leuk. Ben je wel vaker op Notland geweest? Nee, dat niet. Is de eerste keer. En denk je dat je in de toekomst nog vaker gaat komen? Ja, als het volgend jaar er is, kom ik wel. 80 mensen dit jaar en het is uitverkocht. Betekent dat volgend jaar groter gaan? Misschien een andere locatie, omdat jullie hier wel heel krap zitten? Nee, we gaan gewoon weer 80 man houden. En wie weet moet je er nog sneller erbij zijn om mee te kunnen doen. Voor ons is het meer voor de gezelligheid. En ja, dit is een hele leuke locatie. Dus vandaag gewoon 80 man en meer niet.